Hallo en welkom op mijn kanaal en welkom bij deel 10 van deze Thankful 30 serie. Je ziet mij inmiddels het hele dikke boek doorbladeren om de volgende bladzijde, namelijk nummer 24, eruit te halen. Nummer 24 gaat over het geluk dat we zoveel huishoudelijke apparaten hebben die ons leven een stuk gemakkelijker maken. En ik heb een kleine collage gemaakt van een aantal van die apparaten om mijn dankbaarheid daarvoor te tonen. Het blaadje hier, de pagina heeft al dat houtstructuur en dat laat ik op de rest van de pagina terugkomen. Dus ik probeer tussen de papieren wat groen en wat houtstructuur laagjes te maken. En je ziet dat ik hier aan de linkerkant een behoorlijk brede, maar het wordt straks een smallere strook, houtstructuur aan de gebruik. En zo meteen aan de rechterkant komt daar een groene strook om het in evenwicht te brengen. Nou, inmiddels heb ik de laagjes gemaakt en ook die strook wat smaller gemaakt. En nou ben ik even aan het kijken hoe ik het ga versieren. En tussen de labels zat deze tag met houtstructuur. Ik denk, nou ja, allemaal hout, dan gaan we nou ook all the way. Dus ik kies ervoor om die hier te gebruiken. Samen met een groen label dat ik zelf uitgeknipt heb. En daar zoek ik verder nog wat andere labels die daarmee overeenkomen of tapjes. En ik heb ervoor gekozen om bij de foto nog een tapje met wat, ja, een beetje jute-achtig. En datzelfde zit aan de rechterkant op een label. En daar heb ik het woordje Thankful overheen gedaan, zodat dat ook een basis kan krijgen. Nou, dan zet ik overal lijntjes om. En dan kan ik de boel bijna in elkaar plakken. Met uitzondering dat ik de washi nog wil gebruiken. En die laat ik onder die strook houtstructuur die aan de linkerkant van de pagina komt uitkomen. En dan vind ik het wel mooi als dat een beetje gerafeld is. Dus ik scheur een strook washi tape over de lengte doormidden. En het voordeel is dat de ondergrond een gritje heeft, dus dan kan je het mooi recht plakken. Dan heb ik de linkerkant helemaal in elkaar geplakt en dan hier de rechterkant. En daar heb ik ook het woordje huishoudelijke apparaten opgeschreven. En later kom ik erachter dat ik het nummer was vergeten. Maar als jullie straks de close-up foto's zien, dan zul je zien dat het nummer er inmiddels bijgeplakt is. En dan is deze pagina klaar en kunnen we door naar nummer 25. En nummer 25 is de achterkant van het houtstructuurtje, is ook een houtstructuurtje. Dus daar gaan we hier weer mee verder, alleen dan nu in plaats van groen met blauw. En van die blauwe ondergrond die aan de rechterkant zit, had ik ook nog wat papier en kaartjes. Dus die gebruik ik ook weer om laagjes mee te maken. Eén laagje met dat papier en een effen blauw om het blauw nog iets meer naar voren te laten komen. En deze pagina gaat over het acteren wat ik doe. Ik speel af en toe mee bij een theatergezelschap. En daar hebben we voorstellingen in de buitenlucht. En dus het heet een nachtelijke belevingen. En hier is een foto van een voorstelling die gebaseerd is op een stuk van Shakespeare. Waar ik de Roberta ten Brink speel. Nou, dat is een geweldige voorstelling. Vorig jaar heb ik 4 keer mee mogen doen. Nou, alleen maar fantastisch. Ik heb de quotecard Wild and Free wat kleiner gesneden, zodat het niet zo overheersend is op de pagina en het echt een soort focal point wordt. En die krijgt een laagje met houtstructuur eronder. En om toch dat blauw nog wat meer terug te laten komen, kies ik ervoor om die effen blauwe kleur die ik aan de linkerkant heb gebruikt, ook hier nog voor een deel als laagje te gebruiken. En je zult zien dat het resterende stukje precies bij het bovenkantje past. En dan krijgen we weer eenheid. Ik dacht eerst dat ik dat effen blauwe deel aan de rechterkant zou doen. Maar ik kies ervoor om dat toch aan de linkerkant te doen. Want anders vind ik dat die
ja, wat opgesloten wordt op de pagina. En nu gooi je hem open op de rechterkant. Dus hier zie je mij het veranderen. Maak je het spiegelbeeld met diegene erboven. Nou, dan heb ik aan de linkerkant de laagjes cirkels uitgeponst. En die zie je linksboven liggen. En die gebruik ik ter versiering. Aan deze kant het blauwe patroonpapiertje in cirkels. Twee linksboven, twee rechtsonder. En die effen blauwe, die gebruik ik aan de rechterkant zometeen om de fotolaagjes af te maken. Hier zit ik nog even te kijken, waar zal ik ze doen? Nou, dit vond ik wel een mooi plekje, maar dan doe ik ze boven ook op dezelfde manier. Nou, zo wordt het weer één geheel. En, oh ja, het woordje tankvol, dacht ik van, waar moet dat komen? Laat ik die niet vergeten. En dan is het even zoeken welke washi ik ga gebruiken. En toen zat ik te denken, zal ik deze gebruiken? Maar, nou, vond ik ook niet zo. Die heb ik al voor de gaatjes gebruikt. Nou, in eerste instantie dacht ik dat het deze moest gaan worden. En dit is een streetmap met blauwe vlekken erop. Ja, maar dat vind ik dan ook niet mooi. En toen pakte ik deze met woordjes. En ik heb hem al een keer eerder op een pagina gebruikt. En toen had ik de woordjes aan de linkerkant onder elkaar gezet. En dat zie je mij zometeen weer doen. Maar dat wordt hem toch niet. Ik heb ze op iets dikker papier dan kopieerpapier geplakt en uitgeknipt. En hier zie je dat ik ze verspreid over de pagina als een soort embellishments. En daarmee krijg ik ook houvast om zometeen nog een paar enamel dots erbij te doen. En ik moet zeggen, die heb ik nog weinig gebruikt in het boekje. Ik denk dat als zometeen het boekje klaar is, dat ik met de enamel dots er nog een keer doorheen ga. Dan zit inmiddels alles vast. En dan pak ik mijn enamel dots en dan kies ik ervoor om alleen maar blauwe erbij te plakken. Bij sommige 1, bij sommige 2. Om het net even iets meer definitie te geven. En dan is ook deze pagina klaar. En dan kunnen we door naar nummer 26. En nummer 26 gaat over boeken lezen. Ik ben ook echt iemand van papier lezen. Ik lees niet digitaal. Ik heb ook een redelijke boekenkast. Daarvan heb ik hier een foto genomen. Dan moet ik zeggen, dit zijn nou niet de boeken die ik veel lees. Maar dit was wat er voorhanden was. En ik kies ervoor om dit als foto te gebruiken. Maar het gaat natuurlijk voornamelijk om de journaling. Dit is een pagina met grijs en blauw. Dus daar kies ik ook voor om de foto's mee te matten. Hier heb ik het blauw en ik had precies nog een stukje grijs over en dat paste perfect. Dus zo kan het ook mooi. En aan de linkerkant komt eerst een laagje effen blauw en dan een laagje grijs. Zodat het mooi afsteekt op de blauwe gritjes ondergrond. En het patroontje aan de rechterkant met die grijze golfjes. Daarvan zat er iets ander patroontje ook in het blauw in. En daar heb ik twee strookjes van gesneden. En die sluiten de pagina voor mijn gevoel dan weer wat af. Dan had ik al een paar embellishments tevoorschijn gehaald. Waaronder deze stapel planners. Het zijn wel geen boeken, maar goed, het lijkt er wel op. Die komen uit een eerdere kit. Ik weet zo niet meer welke. En dan ga ik even door mijn labels en mijn quotes heen. En dan zie je ook dat ik hier een laagje labels onder de embellishments heb gedaan en linksboven een laagje labels. En dan wil ik toch nog ergens de washi tape gebruiken. En nu kan ik eindelijk wel dat witte glitter washi tape gebruiken. Ik vind die wel zo gaaf. Ik ben helemaal niet van het goud en zilver en dat soort dingen, maar een beetje glitters zijn altijd leuk. Dus ik kies ervoor om dat strookje aan één kant vast te plakken.
En toen twijfelde ik of ik een hele strook washi tape zou doen. Maar dat vind ik te breed. En aangezien ik hem aan de andere kant er ook bij wil hebben, vouw ik hem dubbel en knip ik hem door midden. En dan komt het kniprandje zometeen iets onder die papierstrook. Ik heb inmiddels om de pagina en om een papierstrookje aan een zwart lijntje gezet. Dus die zitten vast. En hier zie je mij het strookje washi tape door midden knippen. Achteraf dacht ik ook, had ook ergens op kunnen plakken en even door midden kunnen snijden. Maar goed, op deze manier werkt het ook. En dan pruts ik het wat onder het strookje papier. Het is een grietje de achtergrond, dus ik kan ook zien of ik het recht heb geplakt. En de overtollige washi knip ik eraf. En dan heb ik inmiddels het papier ook helemaal in of de journaling helemaal in elkaar gelijmd met de laagjes. En dan gaan nu de etiketjes die ik boven had bedacht erop. Dat zijn etiketjes met een blauwe rand. En ik vond de zelfgeprinte etiketjes een andere kleur blauw die ik er niet bij vond passen. Dus vandaar dat ik voor deze heb gekozen. Ook zeg etiketjes, labels bedoel ik natuurlijk. Nou, dan gaat de grijze label erop en daar kan dan die stapel boeken op. En daar komt een woordstrookje bij waarop staat this story. Ik denk, nou, toepasselijk kan niet. En dat krijgt nog even een zwart randje, zodat het er iets meer uitspringt. Een beetje natte lijm erachter. Ik gebruik altijd Tacky Glue van Eileen's. Werkt voor mij perfect. Droogt wel vrij snel, dus vast is vast. Nou, dan is de linkerkant klaar. En dan heb ik in vogelvlucht ook de rechterkant klaar. En dan kan dat woordje thankful erbij. En dat kan dan precies op die twee labels. En dan pakken we de stickers erbij. Oh ja, rechtsboven zit nog een quote. En dat staat op good vibes only. En onder de stapelboeken zit een woordstrookje met on the menu. En daarmee is ook deze pagina klaar en hebben we hier nog een aantal close-up foto's van alle pagina's die ik gemaakt heb. We zijn inmiddels bij pagina 26, dus nog 4 te gaan. Dat zijn nog 2 afleveringen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Als het dat is, geef me dan een duimpje. En tot de volgende keer. Doei!